We zijn weer wat verder. U heeft uw ervaringen met Joran en met Peter R. de Vries opgeschreven in dit boek Overboord. Klopt. Ik heb het afgelopen week gelezen. Het leest als een ongelooflijk spannend boek. Zeer goed geschreven, maar zeer eerlijk. U ontziet u zelf ook niet. Beginscène, Peter R. de Vries schrijft ook in een heel eerlijk voorwoord. Klopt. Moeten we zeggen. Jullie zijn niet de beste vrienden gebleven, dat is duidelijk. Voorwoord zegt Peter R. de Vries. Hij kwam binnen, u dus. 250.000 euro en ik geef u Joran. 250.000 euro kreeg u niet. U gaf wel Joran. Waarom toch doorgezet? Nee, ik was er in principe al heel lang mee bezig. En ik ben, zoals u in mijn boek gelezen heeft, ook meerdere malen met de CIA of zo in contact geweest. Mm-hmm. En die wouden mij echt niet helpen. Nou, u wou geld. Ja, maar ik geef toch ook iets als u kijkt op het nieuws dat het 10 miljoen euro kost. Nee, dat begrijp ik heel goed. Alleen Peter de Vries zei geen geld. En toch zei u, ik doe het toch. Ja, maar dat is nadat ik bij de politie ben geweest en alles in principe geprobeerd heb met hun op te lossen. En hun wouden echt niet. Dus ja, toen ben ik naar meneer de Vries toegegaan. En ja, die heeft me niet gegeven wat ik wou in eerste instantie. Maar hij kon me wel helpen met het naar buiten brengen ervan. Want hij zei wel, ja, alles goed en wel. Want hij vond u ook een beetje een vreemde snuiter. Maar hij zegt, ja, ik heb u wel nodig. Want ik wil die Joram inderdaad. Die wil ik wel confronteren met wat hij misschien allemaal gedaan heeft. U moest in die auto gaan zitten, want hij wou het filmen. Was u daar meteen voor? Of zei u, nou, laat mij hem nou maar uithoren, dan vertel ik jou wel wat hij gezegd heeft. Nee, dat is nooit ter sprake geweest. We wouden het natuurlijk op beeld hebben. We hebben veel verschillende dingen gehad. Een pand, mm-hmm. wat we met camera's wouden doen. Maar dit was het meest intensieve. En dat deed ik natuurlijk in die 7 maanden ook wel vaker. Met hem gewoon rondjes rijden, een beetje kletsen. Ja. En hij wou het in principe, na 2 maanden wou hij het al vertellen. Dus, en ik heb hem in principe gewoon tegengehouden, continu. Totdat die camera's er hingen. Ja, toen mocht hij gaan. Maar dan schrijft Peter R. de Vries dat u een buitengewoon slechte interviewer was eigenlijk. Ja, dat is ook helemaal uw vak niet, dus zo gek is het niet. Hij schrijft dan op, ik citeer toch even met plezier. Het was soms om gek van te worden, dan kreeg hij de banden terug van die dag. Dus dan zat hij in een spothok te kijken naar die banden. Het was soms om gek van te worden. Patrick snaterde overal doorheen. Gaf snelste antwoorden op de door hem gestelde vragen. En een enkele keer zagen wij dat Joran ademhaalde om iets belangrijks te gaan zeggen over Natalie. En dan kwam hij er weer gewoon tussendoor. We schreeuwden regelmatig woedend als hij weer eens dwars door Joran heen praatte. Hou je bek, lul. Hou in hemelsnaam je bek een keer. Ja. Kortom, zo makkelijk was dat nog niet. Nou, maar als ik kijk naar de 3 psychologen die op tv zijn geweest de laatste keer, dat ze mij toch wel aardig mijn best vonden doen. Dus, Ja, maar u heeft het moeten leren. Gek genoeg in al die autoritten. Ik ben geen undercover agent of zo. Dat is iets niet wat ik doe. Ik kan hydraulische slangen verkopen. Daar ben ik heel goed. En ik kan ze ook nog monteren voor u. Ja. Ik kan ze eraf halen, erop zetten. Dat is mijn werk. Maar u heeft het, want u leerde dus heel snel, maar u heeft veel ritten met elkaar. En u heeft het fantastisch gedaan. Dat kan ik niet anders zeggen. Maar wij hadden toch als kijkers het idee, wat een immens verraad wordt hier gepleegd. Uur in, uur uit. Je moet het ook wel kunnen. Hij is nooit mijn vriend geweest. Mm. Kijk, ik was in het casino. Nee, maar het casino. Hij vertrouwde u wel. Ja, maar dat is zijn fout geweest. Mm-hmm. Nou, op het moment dat je zoiets doet, denk ik dat je weinig mensen meer kan vertrouwen in je leven. Ik ben in het casino, probeer wat te winnen. En ik zie hem lopen. Ik denk, nou, daar loopt hij dan. U schrijft ook in uw boek, ik moest, en dat is een offer wat u eigenlijk moest brengen, ik moest de misdadiger in mijzelf weer oproepen. Ik was een beetje aan de betere hand. Nou, niet een beetje, ik was absoluut aan de betere kant. En dat ben ik nog steeds. U was weer helemaal aan de betere hand. U had bepaald niet het verleden van een misdienaar, dat is ook geen geheim. U moest, zei u zelf, ik moet die misdadiger weer oproepen, want daarin gelooft Joran. Joran wil een misdadiger als mentor. Waarom heeft u dat? Ja, dat was mijn inzicht, mijn idee, hoe ik bij hem de antwoorden naar buiten kon. Hoe roep je een misdadiger in jezelf op? Ja, misdadiger wil ik niet zeggen, maar ik heb natuurlijk in het verleden, ik ben geen koorknaap geweest of zo. Mm-hmm. Dus ik heb in het verleden wel eens wat gedaan en daar heb je bepaalde kennis van. En ik denk dat ik dat heel erg veel gebruikt heb met Joran. Maar u schrijft het niet voor niks op, want het was best wel gevaarlijk. Want een alcoholist die op een gegeven moment zegt, nou voor de goede zin, maar nog maar even 3 biertjes. Niet verstandig over het algemeen. Nee, het is niet verstandig. Dat is een keuze die ik gemaakt heb. En ik heb daar spijt. Dat wil ik niet zeggen. Was het waard? Nou, hoe bedoelt u dat? Was het waard dat u tegen uzelf, u heeft de misdadiger weer een beetje opgeroepen, misschien met alle gevolgen toch even van dien. Uiteindelijk is Joran, we hebben een prachtige avond met Peter R. de Vries en u beleefd. Hij is niet achter slot en grendel terechtgekomen. De vraag is, was het waard? Ja, ik denk het wel. Op het moment dat ik de moeder van Natalie Holloway ontmoette, dat was voor mij wel een heel, heel erg bijzonder moment in mijn leven. Hmm. En ik heb wel eens wat fout gedaan in mijn leven en dit vond ik zelf wel iets goeds. Heeft u de misdadiger weer terug in de fles gekregen? Absoluut. Ja, het is niet makkelijk. Hij wil nog af en toe wel eens een keer opkomen, maar wat merkt u als de misdadiger opkomt? Ja, het is heel moeilijk. Ik vind uitgaan alsof ik ook wel leuk, maar daar beperk ik me natuurlijk in. Ik heb een vrouw, kinderen, mm-hmm. dus ik heb mijn bedrijf en dat probeer ik zoveel mogelijk gewoon te doen. De laatste keer dat we van u vernamen was een aantal weken terug in de krant, klein berichtje overigens, dat was huiselijk geweld. Ja, maar zoals uw collega net al voorspelde, er wordt iets gezegd.
En dat buiten ze zo ongelooflijk uit. En dan heeft het voor mij geen zin om daar iets over te zeggen. Mm-hmm. Erland Galja, dit was het succesnummer van het seizoen als het om kijkcijfers gaat bij de commerciële concurrent. Met wat voor ogen kijk je daar dan eigenlijk? Ook nog wel bewonderend of ook hartstikke jaloers? Beide. Bewonderend, alhoewel ik nu pas hoor inderdaad hoe het begonnen is, dat hij zichzelf aandient daar. En dan nog gaan zeuren over de interviewtechniek, vind ik nog wel grappig. Maar ik vond het in alle opzichten een geweldig fragment. Omdat je ziet dat er heel veel vakmanschap ook bij komt kijken om het zo te organiseren. Vakmanschap van Peter R. de Vries. Ook. En Kees van der Spek uiteraard, zijn rechterhand. En ook van Patrick van der Eek. Want er kan zo ongelooflijk veel misgaan als je dit probeert op te zetten. Het gaat om hele lullige dingetjes, maar camera's hangen in auto's. Er hoeft maar iets te zien. Is er één kritiek moment geweest? Een moment waarop u dacht, hij heeft me door. Of misschien bijna door. Nou, ik heb het me wel afgevraagd, maar Kees van der Spek die heeft me daar toch echt wel gezegd. Patrick, hij kijkt niet naar de camera. Ik had het gevoel dat hij naar de camera keek. En Kees heeft dat gevoel bij mij weggehaald. Hij heeft zelf heel vaak teruggekeken. En zeker naar de eerste rit. Dan hebben we weer aanpassingen gedaan om het nog beter weg te werken. Ja, dat gaf mijzelf ook wel een beter gevoel om dat te doen. U spreekt elkaar niet meer, hè? Lees ik uit het boek. Peter heeft geen contact meer met u. Ik heb een paar maanden geleden heb ik hem wel gesproken. Maar ik heb nooit gekozen om iedere verjaardag bij Peter te zijn of zo. Dat is ook niet mijn bedoeling geweest. En ook niet van hem, denk ik. Ik kwam gewoon binnen en hij heeft mij geholpen. Ik heb hem geholpen, denk ik. Oké, dank voor uw komst. Ik dank u vriendelijk.